Ben je al interviewmoe? Nee hoor, niet interviewmoe. Het is alleen maar mooi de aandacht die we krijgen nu met z'n allen laten zien dat we goed bezig zijn. Tallinga in het bijzonder heeft het op zijn heupen. De spits van Excelsior heeft er in 19 duels al 24 in liggen. De oudspeler van FC Emmen is een media-hype geworden. Je kan er eigenlijk niet genoeg van krijgen en die volgende wedstrijd kan eigenlijk niet snel genoeg komen om nog meer te maken. Tallinga laat zich niet van zijn stuk brengen. Tussen 2012 en 2017 speelde hij in de jeugd van FC Emmen. In het seizoen 2017-2018 kwam hij tot 8 wedstrijden in het eerste. Via FC Groningen is Tallinga in Rotterdam terechtgekomen. Samen met mijn vriendin deze kant opgekomen, redelijk ver van onze families af. Dus dat is wel even schakelen dat je niet zo even naar huis kan. Maar goed, wel ook bewust voor gekozen om wat verder van huis te gaan, om ook te kijken hoe we dat zouden ervaren. Ik wil mezelf blijven uitdagen en mezelf zowel als speler als mens blijven ontwikkelen. Dus en daar paste dit eigenlijk perfect in. Vanaf het eerste gesprek wat ik met hem had, was hij heel eager om vooral ook beter te worden. Dat straalde en alles van hem uit. Dus de intrinsieke motivatie erg hoog bij hem. En daarnaast konden we niet een andere spits halen, dus hij had geen concurrentie. Alle vertrouwen. Ja, en de rest is bijna geschiedenis. Hoofdcoach Marinus Dijkhuizen wrijft zich met Tallinga stevig in zijn handen. Mede door de vorm van de Noorderling vecht Excelsior samen met Volendam, ADO en FC Emmen om de titel in de eerste divisie. Nu natuurlijk wel jammer dat het in een leeg stadion is. Dan heb je niet die entourage van publiek in het stadion. Maar goed, het gevoel na een doelpunt wordt er niet minder om. Wist je dat hij hiertoe in staat was? Nee, dat had natuurlijk niemand verzonnen. Kijk, mijn zaakwaarnemer met Wilde Rieken belde me op in januari van hij zei: ik heb een goede spit voor jou, Thijs Dallinga. Ik zei: oké, dan ga ik naar kijken. Nou, en dan zie je best wel goede dingen. Het aanlopen voor de goal. Hij is sterk, maakt veel diepte. Dus die dingen zag ik al. Niet veel ervaring, dus je weet niet hoe dat zich ontwikkelt. Dus dat had niemand kunnen verzinnen dit. Ja, kijk, voetbal is heel, een hele wispelturige wereld eigenlijk. Het is of helemaal niks, of het is in één keer top. Dus dat zijn gewoon dingen wat ook bij het voetbal hoort. En natuurlijk, als het zo goed gaat, dan komen er andere dingen op je pad dan dat je wat minder speelt. Maar goed, daar staan we heel, heel nuchter in. En wat ik zei, ik heb een bepaald doel in mijn hoofd. En dat doel is niks veranderd ten opzichte van toen ik bij Emmen zat. Dus op dit moment hoe we ervoor staan. Winterstop komt eraan. Een scorende spits is overal welkom. Grotere club, beetje meer verdienen. Wat zegt Thijs Dallinga dan? Ik heb ook hiervoor gezegd dat ik daar niet te diep op in wil gaan. En dat mijn intentie is om bij Excelsior te blijven spelen. Omdat ik nog maar een halfjaartje hier ben. Natuurlijk zullen de clubs komen, dat kan niet anders met dit verhaal. Ja, ik denk dat het goed is als hij misschien ergens tekent en hier het seizoen afmaakt. Dat hem misschien rust geeft en de club duidelijkheid geeft. Ja, natuurlijk, ik ben 21 jaar en dan heb je ambities. Dat heb ik ook zeer zeker. Maar goed, dat plan heb ik in mijn hoofd uitgestippeld. En ik wil niet te veel de druk voor mezelf erop leggen of dingen gaan zeggen waar de media dan later op terug gaat komen. En dan gaan we zien waar we staan over een paar jaar. Ja, ik weet hoe het werkt, dus we gaan het zien hoe het loopt. Dijkhuizen houdt zijn hart vast. Begin dit kalenderjaar verkoos Tallinga Excelsior boven onder meer FC Emmen. Een terugkeer naar de Oude Meerdijk zit er eerst niet in. Ken je de weg naar het noorden nog? Ja, zeker. Het is niet de leukste route om te rijden. Maar goed, die rijd ik met alle plezier als ik naar huis ga.